En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En ik kreeg heel veel de vraag, kan je toch nog niet meer romantische video's maken? Want dat vonden jullie superleuk. En dat gaan we vandaag doen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dat blijft de hoogte van alle leuke bloemschikvideo's die ik maak. En we gaan even een leuke winactie doen. Wat moet je daarvoor doen? Doe even een duimpje omhoog. Laat hieronder eventjes weten wat jij van deze video vond. Of wat je graag zou willen zien hier op dit kanaal. En dan doe je al mee met de winactie. Wil je dubbel kans maken, kan je deze video delen op Facebook of Instagram. Tag mij, zodat ik kan zien dat je hem hebt gedeeld. En dan maak je al kans op cadeaubon ter waarde van 15 euro. Dus superleuk, kan je vrij besteden in onze webshop. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Je kan nu ook de ondergronden en de bloemen los bestellen. Dus heb je zelf een mooie schaal waar je dit bloemstuk op wil maken, kan het ook. We gaan gauw beginnen. Ik heb hier een mooie diepe schaal, het is melamine, dus geeft een heel mooi effect. En daar gaan we dus een romantische biedermeier op maken. En ik ga je dus ook laten zien hoe je een biedermeier mooi kan opbouwen, zodat je een mooi rondje krijgt. Het is niet heel makkelijk, maar wel heel leuk. En hoe meer je dit oefent, hoe beter het meestal gaat. En je moet er een beetje een feeling voor krijgen. Ik wil zeggen, we gaan gauw beginnen. Zoals je kan zien heb ik oase hier in de schaal. Wat we dan even gaan doen, is de zijkantjes even schuin afsnijden. Het blok is al vierkant, dus hij valt precies midden in de schaal. Wat we gaan doen is het echt opbouwen. Het is belangrijk dat je in de cirkel van de schaal blijft en ook in die hoogte. Dus we gaan eerst de hoogte bepalen. Allereerst gaan we de lengte bepalen. Het is belangrijk dat je bloemen goed schoonmaakt en dat je hem schuin aansnijdt. En je kan naar beneden toesteken, maar pas op dat je bloemstuk niet gaat vliegen. En zoals je kan zien is deze lengte goed. Dus je kan alvast de roosjes die je hebt of andere bloemen die je gebruikt op die lengte aansnijden. Dan weet je dat je die lengte aan kan houden en maak je het jezelf even een klein stukje makkelijker. Ik heb natuurlijk voor tijd de oase al nat gemaakt. Wat daarbij belangrijk is, is dat je de oase nooit onder water duwt, maar dat je hem zelf vol laat zuigen. Goed, we zetten dus al vier punten, zetten we de bloemen even uit. Ik let ondertussen, want ik gebruik gemengde roosjes, ook op dat ik kleuren een beetje meng. Ik snij alles schuin aan. En zo kan ik ook de hoogte bepalen. Nou, en zoals je ziet hebben we zo een basis. In het midden heb ik er een vier buitenzijden. En daartussen vullen we hem nou elke keer verder op. Zoals je ziet heb ik de bloemen nu goed verdeeld. Ik heb even één roos over. Die kan ik straks nog wel gebruiken. Dan heb ik hier wat asparagus. En deze gebruik ik kort in het stuk. Maar ik let dus wel weer op dat ik de lengte en de vorm van de schaal aanhoud. Daarom is het ook belangrijk, of maak je het jezelf wat makkelijker. Dat als je voor het eerst een biedermeier maakt, dat je dat op een ronde schaal doet. En helemaal als je nu wat meer diepte in de schaal hebt, dan is het nog makkelijker dan dat je een platte schaal hebt. Ik split de asparagus. Bij de asparagus is het niet heel erg als hij een klein beetje over de rand komt. Want dat is natuurlijk wel het sierlijke van de asparagus. Maar met de bloemen is het wel belangrijk dat je echt binnen de schaal blijft. Goed, dan gaan we verder met de rest van de bloemen. En eigenlijk gaan we nu gewoon verder zoals we hem hebben opgebouwd. En steek ik daar elke keer alles tussen. Ik hou dus echt die vorm van de schaal aan. En ik let goed op de verdeling van de bloemen. En draai ook regelmatig even je schaal. Dan kun je ook goed in de gaten houden of het allemaal goed gaat met het verdelen van jouw bloemen.
Zoals je kan zien is de Biedermeier heel mooi van kleur. Hij is mooi rond. Hij loopt mooi rond. En wat er nog wel even mooi is om het grijzige romantische toe te voegen. Een beetje Tillandsia erbij tussen. Heb je nu nog kleine gaatjes, dan kan je die ook wegsmokkelen met de Tillandsia. Maar ik heb al bijna geen oase meer zichtbaar. Dan heb je echt een prachtig bloemstuk. Heel romantisch van kleur op deze manier. En ja, natuurlijk echt een eyecatcher bij je op tafel. Mocht de asparagus nou een beetje tussen zijn gegaan, dan kan je die even weer omhoog halen. En dan hebben we echt een heel mooi romantische Biedermeier. Heel gaaf om op deze manier de bloemen op te steken. Mocht je nou nog wat bloemetjes hebben die een klein beetje uitsteken, kan je die er iets verder insteken. Maar als je het op deze manier opbouwt, heb je hem eigenlijk heel mooi in vorm. Maak je nou voor het eerst een Biedermeier, dan kan ik adviseren om ronde bloemen te nemen. Bijvoorbeeld de bloemen die ik nu heb gebruikt, die zijn wat makkelijker om op die manier de vorm in te steken. Kies bijvoorbeeld niet dan voor een gerbera die wat platter is. Want op die manier maak je het jezelf best wel een beetje moeilijker. Dus ja, en op deze manier maak je het jezelf net even iets makkelijker. Goed, wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan ook alleen losse bloemen bestellen als je zelf een mooie schaal hebt. Maar het makkelijkste is om een wat diepere schaal te nemen. Dan heb ik nog een heel tof frame waar je eigenlijk heel veel potten, schalen en dat soort dingen op kan zetten. Waarbij je dan een heel leuk effect creëert. Kijk hoe gaaf je hiermee het bloemstuk maakt. En dan maak je hem gelijk ja, echt apart door deze ondergrond. Dus ja, superleuk. Ik hoop dat jullie ook een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Wil je meer doen met de winactie? Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Of wat je graag zou willen zien. Dat mag ook. Ik ben super benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. En wil je dubbel kans maken? Deel het dan op Facebook of Instagram. Tag mij. Dan kan ik zien dat je hem hebt gedeeld. En dan doe je het 2 keer mee. Dus ja, alleen maar leuk. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende keer weer. Doei!